Appie. Kissing point. Kissing point. Zoek een dit, kom. Kissing point. Kijk, we gaan erop hoor. Maar ik snap het niet. Blauwe knop. Blauwe knop. Laat eens even iemand vragen die daar... Pretty nice. En ja hoor, beide teams zijn weer van start gegaan. De rode knop zit er weer klaar voor. Wie zou het deze keer zijn? Tim strijdt vandaag met René. Zij is bekend als Elsa uit Spangas, 26 jaar oud. En ze strijdt voor Greenpeace. Omdat... Greenpeace het milieu op één zet en we dat allemaal zouden moeten doen. Kijk eens, wat een wijze woorden. Maar met wie strijdt Daan? Dat is Ronald Vledder, een echt YouTube-fenomeen. En hij strijdt vandaag voor de stichting Work With Nature. Ja, ik ben een jongen die elke zondag nog steeds naar het bos gaat hoor, voor een wandeling. Dus red het natuur, hè? Oké, genoeg gepraat. Jullie moeten op zoek naar de eerste locatie. Weet je waar de kissing point is? Waar zit dat? Ach, ze weet het niet. Nee, die heeft natuurlijk nog nooit gekust. Oké, denk na. Waar ga je heen om te kussen? We zijn op zoek naar deze locatie. Dit is een blauw stipje. En die zegt dat wij hierheen moeten. Alleen, wij hebben niet echt een idee waar dat is. We zijn hier ook niet echt bekend, om zo maar te zeggen. We zijn op zoek. We hebben een beetje een rare hint, maar we zoeken een locatie. Ja. Ga op zoek naar de kissing point. Is er een mooie soort kusplek, kussenplek hier? Wat is dat? Waagplein? Ja. Staat dat bekend als een soort van kusplek? Daar vind je vast een kusplek. Echt waar? Oh! Yes, dank u wel! Oké, dan moeten we dus daarheen. Romantisch hoor. Vroeg. Romantisch, maar ook rap. Het gaat snel. Daan en Ronald die proberen ook vooruit te komen. Waar zijn wij? Nog steeds op dezelfde plek. Opschieten. Je wil wel als eerste bij de rode knop zijn. We zijn op zoek. We hebben een beetje een aparte hint gekregen, maar naar de kissing point. Een soort kusplek of zo. Oh ja, dat is. Denk dat het kaarsmeisje. Het is een wedstrijd wel. Dus... ja, maar weet je wat het is? Het is eigenlijk een. Hallo, weet je wat het kaarsmeisje is? Waar het kaarsmeisje is? Ja. Daar staat ze. Daar staat ze. Yes! Ja, maar de knop! De knop! Ja! Ja! Ja. Ik krijg een appje. Rap samen. Vijf verschillende mensen. Jullie diss track. Ronald die zit natuurlijk normaal gesproken lekker met zijn koptelefoontje op in een stoeltje. En nu zijn we aan het rennen. Ja, dat is niks voor mij, jongens. Dat is niks voor mij. Hey, ik stel jullie niet teleur, oké? Persoon met grijs haar. Mevrouw met hakken. Middelbare scholier. Papa van 50. Wilt u meedoen in onze rap? Want we hebben... Niet lang. Nee, u hoeft maar één woord te doen. Woord. Dat is dit woord. En wij doen de rest van de rap. Zit je op de middelbare school? Ja. Je echt? Yes. Ja, oké. Yes. Top. We hebben je hulp nodig. Top. Dit gaat Daan en Ronald echt een grote voorsprong opleveren. Yes. Ah ja, ik wil gewoon laten zien dat ik goed kan rappen. Hey Daan en Ronald, wat denken jullie niet? Winnen van ons lukt niet. Met deze... Griet. Met jullie... Looks. Kom je echt niet ver. Doe jij. Dat je dat zou denken is een echte giller. Yeah. Talent zit in dit team, dat snap je nu al. Gaan jullie lekker terug naar de shoppingmall. Hé, hey, kijk niet zo. Kijk niet zo bitter. Wij staan in de sportschool. En zijn dus ook nog fitter. Jullie skills zijn echt... waardeloos. We winnen van jullie probleemloos. Oh shit. Yes. Yes. Knop, hebben ze allemaal? Lekkere flow, Tim. Het zag er goed uit. Even kijken. Bingo. Oh. Yes. Yes. Schipper, mag ik overvaren? Ik zie iets blauws. Ik zie iets blauws. Echt waar? Iets blauws. Echt waar? Kijk. Is dat de blauwe knop? Ja, dat is de blauwe knop. Wie gaat op de knop klikken? Ja, jij. Oh. Huh? Waar is de knop? Roep schip ahoy en laat daarmee de blauwe knop naar je toe komen. Nou, let's go. Schip ahoy! Sneller! Kom sneller! Op. Sneller, Schipper! Dankjewel. Ja, ik heb... Zelf heb ik een zwembad in de achtertuin. Durven jullie de gracht als zwembad te gebruiken? Als ik het niet dacht. We hebben echt een hint voor de volgende locatie. Dat staat Schipper mag ik overvaren. Waar kan je ergens van... overvaren? In een schip. De pont. Waar is die? Als je hier naar voren loopt, dan heb je daar de pont. Top. Wat gaan we doen nou? Ja, springen, weet ik veel. 4, 2, 1, go. Oké, we hebben wel elkaar na. We hebben wel ook filmen. Oké. Ah! Hey, ik zit zo van... Oh, zwemmen, van kom! Moeten we gewoon het water in springen? Ah! Oké. Okay. Moet het water in springen? Oké. Ik moet zeggen, dit gaat best wel goed zo. Nou, echt. We hebben een beetje vertraging opgelopen. Even een dippie, maar we zijn wel. Zijn we weer on track. We zijn wel on track naar de pont. Woe! Woe! Abra, even in. Oké, het komt. Oké, nu moeten we op de hard kijken. Ga op zoek naar het kissing point.
Kissing. Zo. Ja, dat kan overal je zijn. Ja, Ronald, maar dat is nou net het idee van het spel. Laten we kijken hoe het bij Tim en René gaat. Mogen wij liften? Ja? Oh, te gek. Ik ben de single ook al aan het filmen. Echt? Oh, echt? Heeft ze, ook al, heeft ze daar ook al lift gegeven? Ik moest er een de water in. Echt waar? Oh. Top. Ja, dat staat jullie dus ook te wachten. Schiet dan maar op. Ik app gewoon even terug. Naar de rode knop. Tuurlijk, Daan. Doe maar. Locatie hint. Ga op zoek naar het Kissing Point. Stuur terug. Waar is dat? Je weet nooit of de rode knop zou dommen. De rode knop heeft een zwembad in de tuin. Wie heeft er een zwembad in de tuin? I don't know, man. En zo'n knol? Wat zou je doen als dit nu een game was op je computer? Wat zou je als eerste doen? Cheaten. Cheaten. Ja, oh, ik krijg kusjes terug. Jij hebt de blauwe knop dus al gezien? Ja. Dus je kan ons zo meteen even daar afzetten. Top. Een lift naar de groene en de blauwe knop. Goed geregeld, Tim. Ronald en Daan hebben gelukkig ook wat mazzel. Daar is een knop. Ik zie daar de gele knop. De gele knop. Oh, ik heb het gevallen. Is dat het? Ik heb geen idee. 3, 2, 1. Rap samen met 5 verschillende mensen jullie nieuwe diss track. Dat is wel een goeie. Goeiedag meneer, kunt u rappen? Nee? Oh. Zou u ons willen helpen met een woord zeggen? En dat woord dat past precies in onze rijm van een rap. Ja. Dus u hoeft alleen maar één woord te zeggen en dat is bed weten. Ja. En opa. Ja, het is ook... Ja, we dachten grijs haar, opa. Ja, opa. Bent u beledigd? Of? Nee, absoluut niet. Wie zint? Auf der Suche nach einem Junge unter dem 12, die für uns beim ein Rap ein Wort. Wir brauchen ein Wort in die Rap. Goed uitgelegd hoor, Daan, en ook nog eens auf Deutsch. En laat nou die rap maar even horen. Deze song is voor het andere team. Die denken misschien, hey, jullie zijn anoniem. Jullie zijn suf en krijgen niks voor elkaar. Maar wij zijn als team. Op de woestbrug. Ja! Oké, komt-ie. We hebben onze looks en paraat. En iedereen die hier voor ons laat. Jullie denken dat jullie stijl zijn, maar... Deze stad is ons domein. Wij weten wie de knop is. Wij weten het beter. Ga terug naar de sportschool. Vet weten. Oh, boom! High five, man. Nee. Super bedankt. Wacht, waar is die telefoon? We hebben het nu gehaald, toch? Krijgen we meer een locatie? Goed gedaan. Locatie hint. Schipper mag ik overvaren. Over Schipper gesproken. Hoe is het met Tim en René? Hebben die de groene knop al gevonden? René, doe jij een klein sprongetje naar... Ja. Yes, groene knop. Nou, kom op, knoppie. Mijn familie is niet zo bekend als ik. Wie zijn er familie van elkaar? Net zo bekend. Oh, is net zo bekend? Net zo bekend als ik. Oké, okay. Familie. Moet ik dit... Tim Hofman heb je? Oh ja, deze voetballer denk ik. Maar ik ken hij heeft toch een broertje die model is? Zit ja, maar is niet deze. Nee, dat is niet deze. Zullen we gewoon zeggen dat deze familie is? Doe maar, ik weet het niet. Hoe heet ze ook weer? Ja, Jennifer Hofman. 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 Ja, maar is geen familie. Dat kan niet, dan heet wel Hofman. Oh, fuck it. Nee, dat kan niet. Nee, als ze fout zijn, klopt het niet. Ja, leuk. Deze dan niet. Ja, maar we moeten ze toch hebben? Oké, dat was het. Shit. Fout, neem ballast mee. Oh. Ja, Tim, de kleding plus het rek is jullie ballast. Beide teams hebben nog maar één knop te gaan voordat ze de locatie van de rode knop krijgen. Dit wordt spannend. Ik denk dus dat het René Vroger is. Denk je dat René Vroger is? Ik zou me wel verbazen als hij de hele dag in zo'n pak gaat zitten. Ik heb een locatie. Oh. Blauwe knop, live locatie. Die verkoeling van die sloot had ik wel even nodig. Oh, nou die natte onderbroek had ik niet nodig. Nou, Daan en Ronald, ik hoop dat jullie het ook net zo lekker voor elkaar hebben. Zeker niet. Wij zitten wel goed. We zien de knop. Alleen het pontje vertrekt dus net. Oh nee, hoe lang moeten we wachten? Nee. De locatie zouden we er nu bijna moeten zijn. Dus nu zou een blauwe knop... Ja! Oh, hier! Ja! Dat ding! Hier, die fietser is het. Oh. Oeh! Komt-ie. Hi! En rammen erop. Yes! Top! Oh, ik heb meteen iets. Zelf heb ik een zwembad in de achtertuin. Durven jullie de gracht als zwembad te gebruiken? Zijn we zo slim geweest om met een bootje te gaan? Oh, zelf heb ik een zwembad. Ik maar vanaf hier erin dan. Ga je erin? En anders, wat is de ballast anders? Fuck it, zullen we gewoon die boot meenemen? Laten we de boot meenemen. We nemen de boot mee. Ja, we zijn poesies, jongens.
ik hoop dat Daan en Ronald knellennat zijn nu. Fout, neem de ballast mee. Ja, prima. Ja, oké. Sorry Knop, ik heb het water gezien. Ja, precies. Ja. Nou, die verontschuldiging die kwam uit je tenen, Tim. Je durft er gewoon niet. Volgende keer duik je er gewoon in. Weet je waar deze plek is? Gedempte nieuwe sloot. Hè? Gedempte nieuwe sloot. Gedempte nieuwe sloot. Kun je afzetten? Willen we weer een lift? Is dat een vraag? Natuurlijk willen jullie dat. Het duurt me allemaal veel te lang. Dit is wel top hoor. Goed vasthouden, Tim. Jij rent naar de Knop en dan ren je gelijk terug. Oké, gaan we. Go. Kom terug. Ik ben er weer. Oh, er moeten nog mensen af. Oké, mijn familie is net zo bekend als ik. Wie zijn er familie van elkaar? Oké, hoe gaan we dit doen? Wie zijn er familie van elkaar? Oké, we hebben hier Gio, Melanie. Dit is bij Wendy van Dijk. Carice van Houten, Frank Danen en Jensen. Dit is geen familie. Ik weet het niet. Dit is ook geen familie. Tim Hofman heeft niet een kind. Nee, die zijn ook geen familie. Oh ja, dit natuurlijk. Hoppakee. Dit is hem. Goed gedaan. Lekker! Yes, alles goed! Mooie moves, Daan. Maar jullie moeten opschieten. Tim en René zijn al onderweg naar de Rode Knop. Maar voeren nog een goed gesprek over wie de Rode Knop nou zou kunnen zijn. Heb je nog andere mensen waarvan je denkt dit zou het kunnen zijn? Bekende familie? Ja, ik loop vast op dat rappen. Ja, rappen, familie en een zwembad in zijn tuin. Dat was de hint. Dus ik dacht René Vroger, want die heeft ook een zwembad in zijn tuin, bekende familie en hij heeft gerapt. Maar... ik hoor helemaal niks van wat je zegt. Gewoon ja knikken. Ja. Ja, leuk. Denk ik ook. Oh, we hebben de hint. Een foto. Door. Waar heb je een... Ga dat even vragen. Misschien kunnen we het even vragen. Goeiedag meneer. Dag. Weet u waar deze toren is? In Alkmaar? Nee. Ik vraag me af of dit wel de snelste route was. We zitten al best wel lang in het bootje namelijk. En we gingen zo lekker. Maar ik ben bang dat we onze voorsprong nu wel echt kwijt zijn. Goed gerekend, Tim. Jullie voorsprong is al weg. Want Daan en Ronald die zijn al bijna bij de Rode Knop. Ja, als je nou hier linksaf gaat, ja, loop je helemaal erdoor. Oké, hier linksaf. Hier linksaf. Links, gelijk rechts. Oh, ja, super. Nou hoop ik niet dat er boven in de toren is. Oh nee, ik heb hoogtevrees. Wat was ook weer de laatste? Wat hebben we als laatste Dries gedaan? De bekende familie. Bekende familie. Ik stond te denken aan Dries Roelvink. Dries Roelvink of dus de Vrogers. Ja. Ik denk toch dat ik op Gio zit. De Latoy-familie. Dit is lastig. Dit is heel lastig. Ik kan namelijk aan het postuur zien... Dat dit niet René Vroger is. Nee. Maar ik zit naar die armpjes te kijken en Donnie Roelvink is natuurlijk ontzettend afgetraind. Nou, dit ziet er niet heel indrukwekkend uit. Zeg jij het. Jij zegt het. Oh, zeg het. Go. Ja, bent u Donnie Roelvink? Nee! Helaas, fout. Tim en René die zijn er bijna. Zouden zij het dan weten? Echt? Ja. Ja, dan moeten we hier erin, denk ik, ja. Oké, fok, snel. Ze zijn er, grootste. Oké. Ik ben er! Oh, ik heb ballast mee. Sorry, dat is wel een beetje hard. Maar ik denk, als ik op alle hints afga, dat je Gio bent. Er gebeurt niks. Nee. Haha, jullie hadden niet goed. Dus ik wil mezelf nog niet. Ga maar naar beneden, dat wordt rondje in de tuin. Nee, je niet. We hebben het allebei fout. Ja. Daar staat iets tegenover. Ja. We moeten allebei naar de knoppen. Naar de knoppen? We moeten hier rondjes omheen gaan rennen. Ja. Weet jij wie de Rode Knop is? Ga dan nu naar het Instagram-account van Betreden op Eigen Risico en laat het ons weten. Je denkt dat dit een piece of cake is, maar het is en 30 graden en ik heb een natte boxer. Niet zeuren, Daan, maar rennen. Naar de knoppen zul je gaan. Volgende keer kunnen jullie het nog een keer proberen. Dan spelen jullie met Kai van der Voort en Sterren van Woudenberg.